Juist, Lina's tasje stash. Welkom bij een nieuwe video. Jongens, we zijn er weer. En dit is denk ik de meest aangevraagde video. Eerlijk, gewoon hoe vaak jullie dit al hebben gevraagd, is niet normaal. Ik wou het in de eerste instantie niet doen, daarom duurde het zo lang. Maar goed, wat gaat het nu doen, jongens? Dus, vandaag jongens, is de dag van Selina's. Juist, Lina's tasje stash. Oké. Ze heeft eigenlijk haar tasjes op twee plekken. Dus dat gaan we eerst even laten zien. En we dachten, daarna leggen we alle tasjes hier bij de bank. Zodat we eigenlijk ook een keer kunnen tellen en kunnen zien hoeveel je eigenlijk wel niet hebt. Moeten we er wel bij zeggen dat ze niet zo heel lang geleden hebben best wel veel tasjes weggedaan. Ja. Toch hebben we uitgezocht en hebben best wel veel tasjes weggedaan. Die geven we dan weg. Die gaan naar KW of naar kinderen die het moeilijk hebben. Dus dat hebben we allemaal weggedaan. En een paar komen op Vinted. Er komt binnenkort echt heel veel op Vinted. Want ja, daar kan ik nog niet veel over zeggen. Maar ik wil heel veel wegruimen. Maar goed, laten we nu eerst even naar de plek gaan waar al jouw tasjes liggen. Oké, doe de la maar open. Oké. Celine heeft het hier dus een beetje op kleur allemaal gesorteerd. Het doet je zeker ook hartpijn dat we het hier allemaal weg gaan halen. En dan moet het weer allemaal terug. Oké. Dit zijn dus haar go-to tasjes die ze het meeste draagt. En waar zijn je andere tasjes? Oh ja, niet zoveel, maar ook nog een paar. Dat zeg ik jongens, we hebben wel veel weggedaan. Maar goed, ik zou zeggen, laten we beginnen met alle tasjes naar de woonkamer. Pak maar alvast die daarboven. Oké, jongens, dit zijn dus de tasjes die Celine nu echt gebruikt. Nou, een paar niet, maar... Ze heeft er dus al heel veel weggedaan. Dit, volgens mij... Ik ben niet zeker. Volgens mij heb ze wel ooit geteld. En volgens mij waren het ook 49. Echt? Oké, tel nu dan. Laten we kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 36, 37, 38, 39, 40, 36, 38, 39, 40, 36, 37, 38, 39, 40, 36, 37, 38, 39, 40, 36, 37, 38, 39, 40, 36, 37, 38, 39, 40, 36, 37, 38, 39, 40, 36, 37, 38, 39, 40, 36, 37, 38, 39, 40, 36, 37, 38, 39, 40, 36, 37, 38, 39, 40, 36, 37, 38, 39, 40, 36, 37, 38, 39, 40, 36, 37, 38, 39, 40, 36, 37, 38, 39, 40, 36, 37, 38, 39, 40, 36, 37, 38, 39, 40, 36, 37, 38, 39, 40, 36
42, 43, 44, 45. 46! Oké, okay, je hebt het dan net. Net niet helemaal goed. Ja. Maar goed, dat maakt niet uit. Oké, okay, ik wil dat jij eens laat zien wat jouw top 5 tasjes zijn. Top 5. Ja. Als jij van al deze tasjes er maar 5 mee mocht nemen. En de rest moest allemaal weggegeven worden. Welke zou je dan kiezen? Oeh, deze heb ik trouwens. Ik kreeg allemaal commentaar dat ik dus niks van Londen had gekocht voor jou. Dat ik niks van Londen had gekocht. Maar ik had dat gewoon niet laten zien in de video. Maar ik had obviously een tasje gekocht. En ik had allemaal Amerikaanse snoep gekocht. Dus deze, oké. Okay. Vind ik leuk om te horen, omdat die nieuw is. Je hebt hem ook nooit gedragen. Oké, okay, tweede. Deze.
Ook al vind ik het wel een beetje irritant dat dit de hele tijd zo... Zo draait. Deze is van de... Bershka. Deze is uit Londen. Deze is die is van de Bershka. Hij staat wel trouwens erg leuk met wat je aan hebt. Oké. Okay. Ja, twee. Ik stoor me trouwens zo erg aan dat ding wat er nu achter... Ja, trek het niet. Dit. Ja, thank you. Is het omdat dit past gewoon bij alles? Ik moet je zeggen, dit is denk ik ook jouw meest gedragen, denk ik. Ja. Die heb je echt vaak. Ja, van de Shein. Een tijdje geleden had ik deze alleen maar aan. Ja, oké. Okay, deze. Dus deze. En... Ja? Nee, ik kan nog een tasje. Die zit nog zo in de ballenbak. Welke dan? Oeh, ja. Jongens, de ballenbak van Rio had ik al in een vorige vlog gezien. Daar ligt echt van alles. Dus blijkbaar ook nog een tasje. Oh, maar dan klopt jouw aantal dadelijk wel. Ja. Nou, als ik hier nog eentje vind... Dan klopt die. Want ze had er daar nog tussen... Oh ja, die hoort er ook nog bij. Klopt, die heb je ook best, want die draag je wel vaak. Dus dit zijn er nu al 48. Die heb je echt nog nooit aangehad. Sorry, maar deze is gewoon groot. Ja, dat is wel waar. Die is ook van Shein trouwens, jongens. Dus die is ook, ja, oké. Okay. En dan nog de allerlaatste, de rest moet je weggooien. Dus, je moet gaan kiezen. Het laatste tasje, de rest wordt allemaal in de prullenbak gegooid. Nee, ik denk van... Hè? Ik had echt gedacht dat je een grote zou kiezen. Deze heb je nooit aan, joh. Hij is wel leuk. En deze is ook weer van de Shein. Oké. Okay. Ook van de vijf, zo ja. Ikke? Ja. Oké, okay, ik ga het nu. Ik weet gewoon al precies wat jij gaat kiezen. Wat dan? Jij gaat een bruine. Nee, hou maar in je hoofd. En dan okay. Kijken. Ik kies sowieso een zwarte, deze. Want deze was eigenlijk van mij. Maar die heb jij ingepikt. Dus deze van de Stradivarius. Vind ik een toppertje. Dan. Ik had ook wel verwacht dat jij die zwarte zou nemen. Goed, hè? Andere keuzes gemaakt. Deze zou ik dus dragen. Ik zou inderdaad een bruine willen, maar ik vind die ketting wel heel heftig. Maar goed, we gaan toch voor deze ook. Ik wist het. Ik moet zeggen dat ik deze ook wel heel leuk vind. Heb je ook nog nooit gedragen? Nee. Deze is trouwens van de Shein. Ja. Toch? Mm-hmm. Kijk, deze vind ik dan ook wel leuk. Deze was eigenlijk ook van mij. Dat is niet waar. Nee? Oh. Oh nee, sorry. Ik heb deze in het zwart met goud. Zo grappig. Ik vind ook deze leuk. Ik wist het. Ik wist het gewoon. Deze zou ik dan denk ik nemen. Ja, en dan nog één? Die kleurtjes zijn natuurlijk niet mijn ding. Als ik er dan toch nog één moest kiezen, dan zou ik... Oeh, moeilijk. Ik twijfel tussen die groene of die zwarte band. Ik twijfel tussen deze of deze. Nou, ik vind die meer bij jou passen. Nee, ik ga toch voor deze. Dit doe jij ook altijd. Oh, als je dan... Nee, maar wat kijk. Zit hierin, joh? Zit daar wat in? Oh, haha. Mijn spaafles. Dus dat? Oké. Okay.
Vonden. Laat in de comments weten wat jouw favoriete tasje is. Misschien een schoenenstash. Schoenenstash van mij. Ik heb niet zoveel schoenen. Nou. Oké, ja, dat is waar. Oké, misschien moet ik een schoenenstash doen. Maar laat weten in de reactie wat jullie het leukste of het mooiste tasje vonden. Toch? En dan hoop ik dat jullie dit een leuke video vonden. Vergeet niet dat we in april elke dag om 5 uur een nieuwe video posten. Dus kijk alsjeblieft allemaal. En dan zien jullie morgen. Doei doei. I the smell of your hair lying here in my bed. I wanna be with